vlak voordat we beginnen met het interview, zeg jij of vraag jij mij, weten jullie de uitslag? Ja, ik denk... Je weet toch wel dat je gewonnen hebt, hè? Ja, dat weet ik wel. En ik weet wie 2 en 3 zijn, maar de rest... Ik hoorde net dat omdat wij het peloton hadden gelapt, dat zij een punt te verliezen. Ja, maar de scheidsrechter zegt net tegen mij, bij de laatste, als je gelapt wordt, ja, dan krijg je punten op de laatste doorkomst voordat je gelapt werd. Laatste doorkomst voordat... Oké, okay, dus hij... De ontdekker krijgt wel gewoon punten. Ze verliest haar sprintpunten, zegt hij, ja, maar je krijgt wel punten. Ja, oké, okay, maar ik weet niet hoe de uitslag dan is. Maar... Het is eigenlijk wel raar, hè, dat niemand het hier weet. Ja, ik zei net ook al, eigenlijk het is je werk en slecht dat je het niet weet, maar niemand weet het hier, omdat gewoon sommige regels bij de Mastart zijn gewoon nog gewoon niet duidelijk. En dit was ook nooit eerder gebeurd, hè, zo? Bij de vrouwen in ieder geval niet. Misschien bij de mannen. Ik weet wel eens, het is natuurlijk wel eens vaker chaos, maar ik heb het zo nog niet meegemaakt. En was dit dan ook, zat dit in jouw hoofd voordat je begon? Want je had natuurlijk niet zoveel punten in het klassement. Doordat je eerder niet reed, dat je dacht van nou andere mensen eraf rijden en zo? Nee, want ik sta sowieso al heel slecht in het klassement. Dus ik rijd niet voor het klassement. We rijden hier gewoon om als team te winnen. We dachten, we gaan het even heel anders doen. Je moet natuurlijk niet elke keer hetzelfde doen. Maar toen maakte de Amerikaanse Mia een mooie... Anginello. Ja, en ik ging er achteraan en eigenlijk wilden wij wel een keer een sprint rijden. Maar ja, dit kwam eigenlijk gewoon zo. Je weet, met de Mastart weet je het nooit van tevoren. Dus jullie wilden eigenlijk gewoon voor de sprint gaan, afwachten. En dat gebeurde niet. Nee, eigenlijk... En ik had het mazzel, dat is natuurlijk omdat Marijke en ik allebei snel en sterk zijn. En ik had nu de mazzel dat ik achter Mia aan kon. En ja, dan zit Marijke in het peloton. En jij in een ideaal groepje, hè, met z'n drieën? Ja, ja, eigenlijk wel. En we hadden al heel snel een grote voorsprong. En ja, toen wist ik wel gewoon voor die sprint gaan. En 2 weken geleden in Peking was jij een... verliet jij het pand als een gebroken, geknakt vogeltje. En dat is nu heel anders, hè? Nou, dit Mastart zegt niet altijd hoe je zelf gaat. Oké, dus dit zegt helemaal niks, dit? Dit zegt niks. Nou, lekker is dat. Ik zeg nu niet dat ik nu heel slecht schaat, maar het schaatsgaat een stuk beter dan in China. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Maar ja, wat ik net al zei, je moet ook met Mastart gewoon echt geluk hebben of er niemand voor je valt. Als jij niet helemaal fit bent of niet lekker schaats, je kan je achter iemand kan je een beetje schuilen, waardoor je op 70% ook nog kan winnen. Dus een Mastart zegt niet altijd je vorm. Maar kun je daar dus helemaal niks over zeggen op weg naar die 5 kilometer? Ik kan wel zeggen dat ik wel veel beter schaats dan in China. Je bent naar de zon geweest, naar Tenerife, dat heeft hij dus goed gedaan. Ja, nou, ik wist al wel, er is niks mis met mij. Ik ben fysiek, ben ik gewoon prima. Alleen het enige wat ik gewoon nog steeds niet weet is waardoor ik zo slecht reed in China.